Tja, zolang hij niet met mij wil praten, moet ik wel over hem praten. Met de psychiater. In het geval van Wilders, aan wat we weten over hem, wat valt er te vertellen? In zijn algemeenheid kan je zeggen dat de meeste ijdele mensen diep van binnen niet erg overtuigd zijn van zichzelf. En dat alle streven naar aandacht, roem, publiciteit en noem maar op, dat armoedige pogingen zijn om alsnog iets aan dat gevoel te doen. Is hij op zoek naar liefde en erkenning? Ja, misschien is hij er wel naar op zoek, maar ik denk, als je het hem zou kunnen vragen en een eerlijk antwoord zou krijgen, dan denk ik dat hij wel weet dat hij die erkenning niet gaat krijgen. Kan het zijn dat hij iets heeft meegemaakt in zijn leven waardoor hij onrealistische ideeën is gaan krijgen? Ik heb gehoord dat Wilders ooit een keer in zijn vroege jaren gedumpt is door een meisje waar hij heel dol op was vanwege een moslimjongen. En dat vind ik wel, zeg maar, daar kan je goed op doorfantaseren als dat daar het begin ligt van zijn hekel aan moslims. Eerst en vooral die ene specifieke jongen die hem dat mooie lieve meisje had ontnomen. En vervolgens wordt dat steeds groter en worden al die jongens die daarop lijken worden potentiële mooie lieve meisjes, afpakkers, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Kan het zoiets klein zijn? Ja, tuurlijk. Kan heel makkelijk. Het kan toch niet waar zijn dat alle shit die we nu over ons heen krijgen de schuld is van één moslim? Omdat hij zo nodig moest krikken. Ik kan me niet voorstellen dat Wilders niet zelf ook weet dat het verbieden van de Koran dat het het meest belachelijke voorstel is, zo'n beetje wat je kan doen. Dat wij dan in Nederland een situatie krijgen dat er op zondagmiddag 2:30 bij je wordt aangebeld. Dat zeggen we komen kijken of u de Koran heeft. En dat ze dan alle kasten opentrekken en 25 vibrators vinden. Dat is allemaal geen punt. Maar op zoek naar de Koran en dan word je in de boeien geslagen en meegevoerd. Zou hij gevaarlijk kunnen zijn? Nou ja, kijk, Hitler kwam langs democratische weg aan de macht. Ik hoop niet dat dat met Wilders gaat gebeuren. Want als hij Als hij een meerderheid in ons parlement zou krijgen, dan weet ik niet tot wat voor gekkigheid hij in staat is. Indien hij de macht heeft, dan is het een gevaarlijke man. Ja, absoluut. Ja, tuurlijk. Want die voorstel die hij doet, die zal hij dan ook waar moeten maken. Want hij heeft natuurlijk een heel groot deel van die aanhang heeft hij, doordat hij de daad bij het woord voegt. En zo'n jongen is het. Dat kan je dan weer wel uit zijn levensgeschiedenis halen. Het is niet een jongen die alleen maar van de loze woorden. Het is een jongen die ook van de actie is. Ik ga er niet vanuit dat hij naar een therapeut gaat. Nee. Ik weet wel zeker dat hij naar deze film gaat kijken. Ja. Dan is ook voor u de kans om iets te kunnen zeggen. Er zijn zoveel onderwerpen van belang waar je ook voor in kan zetten en waar je capaciteiten voor hebt om daar iets in te bewerkstelligen. De CO2 is veel gevaarlijker dan de Marokkaan. Als je iemand met extreme ideeën, zoals Wilders, wil overtuigen, dan moet je wel van hele goede huizen komen. Het koninkrijk van Allah zal er nooit komen. Marokkaanse straatterroristen moeten het land uit, zonder criminele allochtonen. Excuse me, you blunt god of racism. Being intolerant is a form of violence, an obstacle to a true democracy. And what I like to add... Verbied de burka, verbied de Koran. I am so sorry, Vishnu. Sorry, Vishnu. I couldn't control myself. I will never hit someone again. De Koran is een fascistisch en agressief boek. En de profeet is een fascist. Sorry. Je mag natuurlijk nooit geweld gebruiken. Maar misschien dat een corrigerende tik van zijn moeder wel helpt. Bent u familie van Geert Wilders? Nee? Heeft u daar last van? Hallo? Hallo, bent u mama Wilders? Ik ben mama Wilders, ja. Hallo, ik wil graag naar boven om even met u te praten. Oh, dat hoeft niet, waarom? Ik maak een film over Geert Wilders. Ja, maar daar heb ik niks mee te maken. Hoezo, bent u niet zijn moeder? Nee, natuurlijk niet. Maar worden mensen wel eens boos dat ze denken dat u familie bent? Nou, boos niet, dat kan ik niet zeggen. Maar dat ze het vaak niet geloven. Ja, ik geloof u ook niet. Ja, maar toch is het zo. Oké, weet u wel waar de moeder van Wilders woont? Nee, dat zou ik niet kunnen zeggen. Oké, dank u wel. Graag gedaan. Hallo, bent u mama Wilders? Nee. Nee? Oh, maar hier woont toch familie Wilders? Ik bel aan bij iedereen die Wilders heet en niemand is familie. Ja, ja. Opiniepeilingen december 2007. Als er nu verkiezingen zijn, is de enige mogelijke coalitie Wilders, Verdonk, het CDA en VVD. Ik kan wel op zoek gaan naar zijn verleden en zijn psyche. Maar als ik echt wil weten of hij een gevaar is, dan moet ik me richten op zijn politiek. Op het nu. Het is tijd om te spreken met de politicoloog, Kraal van de UvA. Wat is het moment dat Wilders met zijn anti-islam uitspraken kwam? Zit daar een bepaalde timing achter? Nou, ik denk dat dat al gebeurde toen hij zelfs nog in de VVD-fractie zat. Begin in de eerste jaren van 2000. Toen heeft hij al een aantal opmerkingen gemaakt waaruit duidelijk bleek dat hij vond dat islam eigenlijk een vreemdkörper is in deze samenleving. En dat eigenlijk hier niet thuis hoort. Ik heb altijd het gevoel gehad dat hij gewoon Pim Fortuyn nadeed. Nee, dat denk ik niet. Pim Fortuyn is trouwens uniek. Niemand kan Pim Fortuyn nadoen, want Wilders is een heel andere, veel meer traditioneel radicaal rechtse politicus. Wilders komt met steeds heftigere uitspraken. Ja. Zal dat nog even zo doorgaan? Ja, ik denk dat hij loopt in de valkuil, waar heel veel populisten in lopen. En dat is omdat hij niet wil regeren en dus alleen maar bestaat. He, met de gratie van dat mensen hem gaan stemmen, gaat hij steeds meer de overtreffende trap formuleren. Dus iedere keer gaat hij een scherpere uitspraak doen, want hij heeft geen partijorganisatie, hij heeft geen leden die voor hem op straat kunnen gaan. Dus hij moet het hebben van de publiciteit. Nou, als hij nog 3 keer zegt dat de Koran verboden moet worden, gaan de kranten daar niet meer over schrijven, want dat weten we al wel. Dus hij moet nu gaan oproepen tot nog ergere dingen. Maar wat kan nog erger zijn? Nou, Hoe ver kan je nog gaan? Dat denk ik wel. Hij heeft toch wel een grens bereikt nu, of niet? Dat denk ik niet, nee. Kijk, hij bereikt straks een grens, denk ik, opnieuw, als hij echt uitspraken doet die in Nederland verboden zijn en daarom zijn beweging verboden wordt. Dat is niet ondenkbaar. Dat is met het Vlaams Blok gebeurd, waardoor je nu het Vlaams Belang hebt. Maar goed, hij zal een nieuwe partij oprichten. De Partij voor meer Vrijheid. Ja, ja. En dan is hij weer terug. Hè? Dus je kunt in een democratie ook wel bepaalde organisaties verbieden. Maar je kunt niet voorkomen dat bepaalde ideeën in de publieke ruimte komen. De Partij voor de Vrijheid, wat is dat voor een partij? Dat is een hele rare partij, want het is een partij waar je geen lid van kunt worden. Dat is uniek in Europa. Het enige lid is meneer Wilders. Zijn eigen fractieleden zijn geen eens lid. Je kunt er geen lid worden, je kunt er alleen maar geld aan geven. Ja, dat is ook zo raar. Hoe democratisch is dat? Nou, niet natuurlijk. Dat zouden mensen hem eens moeten vragen, inderdaad. Dat zijn nou de goede vragen om naar Wilders te stellen. Ja, u wilt democratie. Nee, hij wil natuurlijk niet met journalisten praten, want journalisten prikken door hem heen. Die zien wel wat zijn strategie is en dat hij dingen predikt die hij zelf niet doet. Maar weet hij dat mensen door hem heen kunnen prikken? Ja, natuurlijk. Daarom praat hij niet met bepaalde journalisten.